Donderdagavond tegen middernacht is het Bastion Hotel aan de Neerbosseweg in Nijmegen overvallen. Het gaat om een gewapende overval. De dader is er met een geldbuit vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar dit incident. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de dader dreigde met een vuurwapen. De politie was snel te plaatsen in zware kogelwerende vesten. De politie heeft ter plekke nog gezocht naar de dader, maar deze niet gevonden. De man is gevlucht op een scooter. De politie is op zoek naar een lichtgetinde man van eind 20 jaar oud, 1,90 meter lang. De man droeg een lege groene trui met capuchon. De politie verzoekt de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Een man van 60 uit Nijmegen is afgelopen najaar mishandeld in Zwolle. Dit gebeurde na een pro-Palestina demonstratie in die plaats op 4 november. De betoging trok honderden bezoekers. De politie zoekt er twee op verdenking van betrokkenheid bij deze mishandeling. Een van de verdachten die de politie zoekt droeg tijdens het incident een Syrische vlag. Hij gaf de Nijmegenaar van achter een vuistslag tegen het hoofd. Vrijwel meteen erna deelde een tweede verdachte een beuk aan de man uit. De man liep een hersenschudding en diverse kneuzingen op en moest zich laten behandelen door een arts. Ook hield hij een afgebroken tand aan de mishandeling over.